de alarmbel gaan. Brandweerman Sam treedt ijlings aan. Met zijn helm en met zijn jas, want die komen goed van pas. Hij is altijd paraat, brandweerman Sam, hij is heel accuraat. Brandweerman Sam, hij is de held van de buurt, waar Sam zijn auto hoog stuurt. Loopt hij door een drukke straat, staat hij klaar met raad en daad. Is er soms een schoorsteenbrand, dan komt Sam die blussen want. Hij is altijd paraat, brandweerman Sam, hij is heel accuraat. Brandweerman Sam, hij is de held van de buurt, waar Sam zijn auto hoog stuurt. In de brandweerkazerne van Piekepolder is iedereen druk in de weer. Vandaag is het oefendag, Crispijn. Even kijken. Eén kopje op twee kopjes water. Oefendag, commandant. Maar ik ben net met de lunch bezig. Geen zorg, Crispijn. Klaas Kozijn komt vandaag oefenen voor het vrijwillige brandweerkorps. Wat maak je daar trouwens? Instant aardappelpuree, commandant. Een en al gezondheid. Makkelijk te maken. Ja, de laatste keer dat je dat zei, konden we meteen een nieuwe oven kopen. Oh. Dus even op de alarmbel drukken. Brandweerman Sam, brandweerman Kozijn, aantreden, looppas. Brandweerman Sam meldt zich, commandant. En waar blijft Kozijn? Vandaag gaan wij oefenen met de lage drukpomp en vervolgens met schikken en schuiven in Bella's café. Klinkt ook niet smakelijk. Schikken en schuiven, brandweerman Kozijn, wil zeggen de ladder opstellen en uitschuiven om iemand te redden die vastzit. Neem me niet kwalijk, commandant. Iedereen present, commandant. Mooi. Op naar de Steenstraat. Zullen we dan maar ijs kopen? Nou, ik weet niet of ik wel een ijsje wil. Miauw. Wil je naar binnen, Rosa? Nee hoor, ze wil buiten blijven. Hoi, zou er ergens brand zijn? Attentie, afvoer verstopt in de buurt van de groentewinkel van mevrouw Puk, over. Jupiter 999, begrepen, over. Over en uit. Nou, Klas, zo te zien treffen we het. Ah, daar is het. Maar goed, mannen, als jullie je nou met de verstopping bezighouden, ga ik de boel opzetten in Bella's café, hè? Sam, neem het bevel over, hè? Zeker, commandant. Ik was de ramen, zij moeten schoon. Ik mij niet schamen, ik vrouws persoon. Miauw. Oh. Sorry, Bella. Oh, Norbert, jij we boeven. Goedemorgen, mevrouw Lasagna. Ah, che cosa? Maar ik vraag permissie om het raam op uw eerste etage te gebruiken voor een reddingsoefening, hè? U willen dat in mijn slaapkamer stoppen? De mannen moeten getraind blijven, ziet u? Dat is heel belangrijk. Oh, in dat geval, kom maar binnen. Krijgt u meteen een kopje thee. Ik weet wat. Oké, Klaas, jij gaat om de hoek bij mevrouw Puk. Dan schuif ik van hieraf het spiraal door de buis, ja? Met behulp van Samuels patent elektrische ontstoppersborstel moet dat zo lukken. Of zullen we een salmiakreep nemen? Nee, ik heb liever ijs. Of... Nee, misschien toch een salmiakreep. Of je wilt ijs, of je wilt een salmiakreep. Je moet wel beslissen, Jaap. Oh, wat is dat nou weer? Krijgen we dan nooit rust? Morgen, Klaas.
Morgen, dievertje. Hoe gaat het? Ach, ja, hoe zou het gaan, hè? Wat staat dat uniform? Je knap, Klaas. Daar kan ik je nog beter mee bekijken, popje van me. Alleen daar beneden is niks te zien. Waar is mijn lantaarn nou toch? Oh, wat zeg je me daarvan? Machine aan. Draaisnelheid. Ik kan hem zo lang maken als ik zelf wil. Nee, ja. Nog wat sneller zo te zien. Jongen zeg, flinke verstopping. Oh. Ja, Klaas, ik zie je straks wel weer eens. Nou zeg, moet je eens kijken. Nou, eens even zien hoe het met Klaas staat. Hallo? Is daar iemand? Is daar iemand? Hallo? Ik zie niks meer. Oh, arme Klaas. Maak je maar niet bezorgd, Klaas. We gaan wel hulp halen. Kom, Jaap. Laten we de brandweer bellen. Hé, hallo, jongens. Oom Sam, kom gauw mee. Klaas' kozijn is in een afvoerput gevallen. Klaas, nu toch? Lieverd, wat doe je nu? Oh, hoe krijgen we Klaas hieruit? Dag, Bella. Hij zit alleen maar een beetje vast, dat is alles. Nou, jongens, help eens even. Oh, mijn arme eigenste Klaasje. Wees niet bang, diebertje. Nou, iedereen klaar? Oké, trekken. Trekken. Dat doe ik al. Anders ik mooi. Wel. Het dadelijk wordt hij helemaal trekken. Uit elkaar getrokken. Oh, bedankt zeg. Help. Help. Haal me eruit. Help. Help! Oh, wel alle ijsberen in de tropen. Iemand in moeilijkheden, commandant? Ja. Rijd onmiddellijk Jupiter hierin. Help! Help! Haal me eruit. Ik zit oeps. Nou, komt niemand me dan helpen? Help! Oh, mammies kleine lieveling nou toch. Norbert, wat doe je daar, mijn knul? Rosa, wat doen jij toch daar het boven? Help! Help! Norbert! Maas, eigen kleine lieveling! Maas, ik zit vast! Klaar om de ladder te schikken? Schikken maar! Mam! Ja, mijn knulletje, rustig maar, ze komen eraan! Ik zit vast! Schuiven! Goed zo! Dan nu naar binnen! Ondeugde de Norbert! Ondeugd of niet, Bella? Hij zit in de puree. Naar binnen, brandweerman Kozijn. Naar binnen, Kozijn. Mam! Oh, mam! Rustig maar, jongen. We halen je er wel uit, joh. Hier zijn we al. Houd je maar aan mij vast. Ik ben bang. Niet bang zijn, Norbert. Dat hoeft niet. Klaas staat vlak achter je, hè? Oh, mijn Norbert! Raam open, ja. Kijk eens aan, alsjeblieft, Norbert. Mam! Daar ben ik weer. Oh, mijn knulletje. Oh, bravo. Goed werk, brandweerman Sam. Bravo. Oh, nee toch. Nou zeg, na zo'n ochtend als deze heb ik echt honger. Ik hoop dat het eten klaar is. Oh, nee, toch niet opnieuw, hè, Elvis? Sam, nou, nee, deze keer zit het allemaal op te over, niet erin. Dat wordt dus weer Bella's café. Ja, zijn spaghetti bolognese. Maar niet voor jou, Klaas. Die buik van jou heeft ons al genoeg narigheid bezorgd vandaag. Ga je mee, Elvis? Oh, nog een tikje meer zout. Je kunt maar beter op dieet gaan, Klaas. Oh, nou, dan neem ik wel wat salade. Loopt hij door een drukke straat, staat hij klaar met raad en daad. Is er soms een schoorsteenbrand, dan komt Sam die blussen band. Hij is altijd paraat, brandweerman Sam, hij is heel accuraat. Brandweerman Sam, hij is de held van de buurt, waar Sam zijn auto hoog stuurt.
President Boutros luistert. Spreek. Meneer de president, hoe gaat het met u? En met uw vrouw? We hebben geluk gehad. De bom is heel ver van ons vandaan ontploft. Dat was ook de bedoeling. U wilt ons niet dood? Dood? Nee, natuurlijk niet. Dat zou heel stom zijn. Ik heb u levend nodig. Want u gaat mij officieel benoemen tot nieuwe president van ons land. Vergeet het. Ik ga niet in op de eisen van een terrorist. Was onze boodschap niet duidelijk? Heel duidelijk. Maar u krijgt niet de macht over het land. Mijn vrouw en ik sterven nog liever dan dat. Wel, u zal niet sterven. U niet. Heb je hem kunnen opsporen? Niet gelukt. Scherp schutters op het dak. Verdubbel de bewaking voor de deur. Verwittig de luchtmacht. Breid de verboden vliegzone rond het hospitaal uit met 20 kilometer. Jozef. Ho. Ja, meneer. Mijn dochter. Alsjeblieft, zorg dat Eva niet in de handen valt van die gek. Vanzelfsprekend, meneer de president. Heren, zolang mevrouw en meneer de president in dit hospitaal verblijven, zal hun dochter worden opgevangen in onze ambassade. Ik wil daar maximale beveiliging. Die terrorist is tot alles in staat. Vooruit, go, go, go. Jozef. Meneer. Bedankt. Zorgt u maar dat u snel beter wordt. Ons land heeft u nodig. Drie jonge helden met uitzonderlijke talenten werden door de overheid geselecteerd en samengebracht in een ultrageheim team. Hun missie? Slagen waar iedereen faalt. Hun geheime wapen? ROX. De engel was het woord te spannen. Zoek je iets? Moeten we helpen zoeken? Nee, dat is niet nodig. Ik zocht niet. Echt niet? Nee. Ik kijk gewoon wat even rond. Gewoon. Je snuffelt hier rond als een hond die dringend een plekje zoekt om zijn poot op te heffen. Grote wasjes, kleine wasjes. Geef ze maar aan. Josephine, hello everybody. Josephine is in the house. Mijn t-shirt, super. Bedankt, Joske. Ik had niets meer om aan te doen. Ja, dat ruik ik. Wassen wil ik doen, maar de was wegleggen moeten jullie zelf doen. Ik doe dat straks wel. Ik ook. Niks van, ik ken dat. Kom, jullie doen het nu. Oliviatje, alsjeblieft. Okay. Riksken. Xavier. Alsjeblieft. Riksken. Kijk eens wie ik ook gewassen heb. Flappy. Ik heb die overal gezocht. Flappy. Ja, die is niet van mij, hoor. Die is van een neef. Ik moet daar even op passen. Hoe schattig. En jouw neefje heet toevallig ook Rick. Ja, grappig, hè? 0463 52 15 644. En hij heeft toevallig ook hetzelfde telefoonnummer als jij. Nee. Er is niks mis met een knuffel. Ik heb nog mijn volledige collectie op mijn kamer staan. Juist, er zitten daar meer beesten dan in heel de jungle van Afrika. Een knuffel is je beste vriend. Zo'n voddenpop. Wat ben je daar nu mee? De enige knuffel die ik ken, is die van een mooi meisje. Xavier, zal ik eens iets vertellen over jouw knuffel? Nee. Oproep van de knuffel. De kolonel. Oh. Voilà. Gegroet, helden van het vaderland. Dag, Rox. Dag, Rox. En ook Rikske. Een beetje beleefd, hè, Rox. Of ons Rikske maakt van u een cola-bikske. Oei, nu ben ik bang, hoor. Gegroet, team Rox. Dag, kolonel.
Er is een bomaanslag gepleegd op president Goran Boutros en zijn vrouw, terwijl ze op staatsbezoek waren in ons land. Dat is verschrikkelijk. Gelukkig hebben ze het overleefd. Beiden zijn buiten levensgevaar, maar moeten nog een tijd hier in het hospitaal blijven. En de dochter van de president? Juffrouw Eva Boutros was er niet bij op het moment van de aanslag. Ze verbleef in de ambassade. Eva Boutros. Een mooie naam. Waarom werd de aanslag gepleegd? Een terrorist eist dat de president officieel zijn macht aan hem overdraagt. En gaat hij dit doen? Nee, de president weigert dit. Zou ik ook doen. Nooit toegeven aan terroristen. Enig idee wie het is? Ja. Vladimir Štibar. Hij wil de officiële leider van het land worden. Dan moet hij zich laten verkiezen door de bevolking. Dat wil hij afschaffen. Geen verkiezingen, geen inspraak van de mensen. Hij wil de absolute macht. Levenslang. Waarom arresteren ze hem dan niet? Ze vinden hem niet. Een crisisteam onder leiding van Jozef Petrovski, de persoonlijke assistent van de president, is met het onderzoek bezig. Maar voorlopig staan ze nog nergens. We vrezen dat de terrorist nog in het land is. En dat hij heel ver zal gaan om de president op andere ideeën te brengen. Daarom... Moet Team Rocks die terrorist stoppen? Falen is geen optie. Nee. Falen is wel een optie. Nee. Jullie opdracht is om de veiligheid van de dochter te garanderen. Maar kolonel, dat is toch geen opdracht voor Team Rocks? Tuurlijk wel. Kom aan, Team Rocks. We mogen juffrouw Eva niet langer laten wachten. Naar de ambassade, Rocks. Go, go, go. Xavier. Ja, kolonel? Falen is geen optie. Vanzelfsprekend, kolonel. Laat die terroristen maar komen. Ik ben er klaar voor. Ik ook. Maar eerst eens kennis maken met juffrouw Eva. Rox, vertel eens iets over Eva. Even opzoeken. Eva heeft een vrolijk en opgewekt karakter. Ze is behoorlijk slim en heel nieuwsgierig. Cool. En ze heeft al twee tandjes. Twee tandjes? Ja. Ah, daar zijn onze drankjes. Eva is een baby. Goed gezien, Xavier. Baby's zijn verschrikkelijk. Ze huilen, zeveren, geven over. En ze slapen niet als ze zouden moeten slapen. Wat zegt die rare pinguïn allemaal? Ik ben het ook niet eens met die rare pinguïn. Baby's zijn lief en mooi en schattig. Ik wou dat ik een baby was. Eva, meisje. Ik kom je halen. Dus wie? Maar flapje toch. Heeft Rikske je op de grond laten vallen? Zo, als alles goed is, dan heb ik nu een lange afstands babyfoon gemaakt. Met geluid en beeld. Oh, kijk eens aan, de kerstverse ouders. Hallo. Kijk eens even, een leeftijdsgenootje. Hier is ons Rikske. Flapje lag op de grond, helemaal alleen. Dank je, Joske. Even voor wat afleiding zorgen. Eén minuutje. Voilà. Mama, papa en het babytje. Hallo, mag ik oma zijn? Ja, kom. Het is al goed. Kan iedereen zich met zijn eigen werk bezighouden?
Ja, pa. Zo, Flappy. Nu kan jij eens kijken hoe hard ik werk. Nergens aankomen, hè. Aan de noordzijde van het domein is een bom ontploft. Ik ga erop af. Een aanval van de terroristen? Misschien zijn ze dat wel. Met de ambassade, met wie spreek ik? Dat is niet belangrijk, maar wel wat ik te zeggen heb. Dus luister goed, vriend. Dat is de stem van die terrorist. Oké, ik probeer te ontdekken van waar het signaal komt. Hou hem aan de praat, Xavier. Ik luister. U heeft mijn volledige aandacht, meneer. Zeg maar wat u te zeggen heeft. Het hek is nog intact, jongens. De bom was blijkbaar niet krachtig genoeg. Dus dan zijn ze misschien niet binnengeraakt. Hebbes, ik weet waar de beller is. Hij is in de ambassade. Die bomaanslag was een afleidingsmanoeuvre. Door de verwarring is hij binnengeraakt. Pas op! Xavier. Xavier. Oh nee. Ja, daar Eva. Nee. Ach, ik was toch in de buurt. Oef. Is alles goed met ons prinsesje? Ah, gelukkig. Helaas, de terrorist is nu wel ontsnapt. Wat? Hoe is die binnengeraakt? Dat zoeken we op dit moment uit. Vermoedelijk was hij vermomd en heeft hij een valse toegangspas gebruikt. Hallo. Moment. Spreek. Ik heb uw dochter daarnet een bezoekje gebracht. Jij bent krankzinnig. Helaas kon ik... De lieve kleine Eva niet meenemen. Dat is spijtig. Dat had onze onderhandelingen anders een stuk makkelijker gemaakt. Blijf van mijn dochter af! Want dat hangt volledig van u af. U krijgt nog exact 1 uur om mij te benoemen. President. Een onschuldige baby betrekken in uw machtsstrijd. Lafarte. Exact 1 uur en geen seconde langer. Of anders... Nee. Dat is heel dom van u. Ik moet naar... Nee. U blijft in bed, meneer. Wij zorgen voor Eva. Jozef, als er iets met mijn kleine Eva gebeurt, dan... Nu niet opgeven. De bewaking van de ambassade heeft de hoogste prioriteit. Heren, volg mij. De president moet rusten. Nog meer bewakers. Daar raak ik nooit opnieuw binnen. Zal toch moeten? Als je ooit president wil worden. Ja, ik weet het. Nu niet opgeven. We hebben een afspraak. Ja, ja, ik weet het. Ik president en jij stinkend rijk. Dat was de deal. En kleine Eva is dé manier om onze zin te krijgen. Ben je zeker? Geloof me. Ik ken die man al jaren. Hij zal alles opofferen voor zijn land. Alles. Behalve zijn eigen kind. Als je dat in handen hebt, heb je de president. Nou, scherpschutters. Dubbele bewaking op het terrein. En hoe zit het met de bescherming vanuit de lucht? Goed gezien, Vladimir. Ik heb ervoor gezorgd dat je een open deur hebt naar de ambassade. Via de lucht. Oh. Is dat niet gevaarlijk met die raketten? Slaap, gast. Een helikopter? Huh?
Wat is dat? Hoe kan dat? Ik begrijp het niet. Waar is dat kind? Ach. Kom aan, mannen, zoek dan maar samen. Paardje op, krijgt telefoon. Geduld, prinsesje. Hallo. Goedemiddag, u spreekt met Jozef Petrovski, de persoonlijke assistent van president Goran Boutros. Spreek ik met meneer Rick? Ja, misschien. Ah, goed zo, dan bent u de persoon die op de kleine Eva past. Misschien. Meneer Rick, ik kan u met vreugde mededelen dat de vervelende situatie hier op onze ambassade achter de rug is. Vervelende situatie? Dankzij de hulp van een zeer dappere ober en het kindermeisje zijn wij erin geslaagd de heer Vladimir en zijn handlangers op te pakken. Ah, oké, dat is goed nieuws. Hoe komt u eigenlijk aan mijn nummer? De twee helden hebben mij uw telefoonnummer gegeven. Ah, oké. Is het mogelijk om even te spreken, alsjeblieft? Natuurlijk. Moment. Rick, om één of andere reden vertrouw ik het niet. Dag, Rikske. Meneer Rick, ik kan ze nu niet storen. Ze zijn in de feestzaal en krijgen een medaille opgespeld voor bewezen moed. Echt waar? Een medaille, zegt u? De president en zijn vrouw zullen hier zo dadelijk arriveren. Mevrouw mist haar dochter. Wij willen het presidentieel gezin zo snel mogelijk herenigen. Begrijpt u? Ja, dat begrijp ik zeker. Namens de president beloont ons land u met een medaille voor heldenmoed. U bent vanaf nu onze ereburgers. Hallo. Meneer Rick? Kom eraan, meneer Jozef. Eva, we gaan naar de mama. Kom. Hop, paardje, hop. Uw limousine staat klaar, kleine prinses. Heren. Eva Boutros komt eraan. Bind ze allebei vast. En bereid het ontvangstcomité voor. Hop, paardje, hop. Ik ga ze missen, onze prinses. Ja, Rox, ik ga haar ook missen. Hop, paardje, hop. Hop, paardje, hop. Rick, ruik jij ook wat ik ruik? Ja, Rox, maar ik was het niet. Oh nee, prinsesje, stil maar. Wat zegt die stouterik nu? Xavier, wakker worden. Mannen, daar is Eva. Hou jullie klaar. Wat een stank. Och, Eva, trek het je niet aan. Hij is zelf nog maar pas uit de luiers. Wat zegt hij nu? We moeten hem stoppen. Hoe? Mijn rokstoel zit in mijn binnenzak. En nu nog dat stinkbommetje. Rick, dit is een valstrik. Maak dat je wegkomt. Red Eva. Rox, we moeten hier weg. Nee, bevrijd jij Olivia en Xavier. Ik zorg wel voor Eva. Oké. Volgens mijn bescheiden mening is het tijd voor supermodus. Hou je vast, Eva. Ze mogen niet ontsnappen! Barricadeer de uitgang! Waar blijft de auto? Hier
is een auto. Optegen! Wij houden die soldaatjes wel even bezig. Hop, paardje, hop. Hop, paardje, hop. Aan de kant, ruim baan voor haar prinselijke hoogheid. Ja, kom, genoeg gerust. Het is tijd voor actie. Gerust. Kom, snel weg hier. Rox, mami en papi zijn bevrijd. Het is tijd om af te rekenen met die boeven. Akkoord, prinses. Kom hier. Kijk dan toch, man. Doe ze in slapen! Slapen? Niets van. Het is nog helemaal geen bedtijd. Niet waar, prinses? Mooi. We hebben ze waar we ze willen hebben. Noem je dat raketten? Dit zijn pas raketten. Slaap, soldaatje, slaap. Slaapkast, kom op, vlieg naar binnen. Vlieg de bellen. Jozef, vlucht langs de achterkant, jongens. Wacht, ik heb hier niets mee te maken. Hebbes. Goed gedaan, Rox. Hey, dag Eva. Goedie, goedie, goedie. Die luier van Eva moet dringend ververst worden. Hoedje op. Hoedje op. Hoedje op. Ja. Team Rox, de missie is perfect geslaagd. President Boutros en zijn vrouw hebben ondertussen het hospitaal verlaten en zijn samen met hun dochtertje teruggekeerd naar hun land. Vladimir en Jozef staan terecht wegens poging tot ontvoering en staatsgreep. Gegroet. Oef, ik ben blij dat het goed is afgelopen. Wat is er, Rick? Mis je je speelkameraadje? Nee, helemaal niet. Ik ben wel blij dat het hier terug rustig is. Riksken! Kijk eens wie er is. Flappy. En helemaal hersteld. Grote scheurtjes, kleine scheurtjes, geef ze maar aan, Josephine. Ja, mijn neef zou zeer ongelukkig geweest zijn als Flappy stuk was. Rick, waarom heb je het steeds over je neef? Je hebt helemaal geen neef. Ja, onze Rick is nog een klein Rikskinne. Tada! Billy, waar heb je die gevonden? Onder jouw hoofdkussen. Laat me raden. Het is van jouw neef en jij moet erop passen. Ja? Ja? Voilà. Ver, heel ver hier vandaan, aan het eind van de regenboog, die je wel kunt zien, maar heel moeilijk kunt vinden, ligt de geweldige, toverachtige, kleurrijke wereld van de Jellybees! Kom eens kijken in de wereld van de Jellybees. Tegen. Jellybees! Yeah!
Hallo, de Jellybees zijn vandaag heel springerig. Jellytastisch! Kunnen ze goed springen of niet? Coral zegt dat het nu Danny's beurt is. Ga je gang, Danny. Weet je, het lijkt wel alsof Danny niet wil springen op de trampoline. Oh, hij weet niet hoe het moet. Ah, Coral vraagt Pepper om ook op de trampoline te klimmen en het voor te doen. Dat is een goed idee, Coral. Goed zo. 1, 2, 3, spring! Nou, een beetje hoger, Pepper. Nee, niet zo hoog, Pepper. Goed, Pepper is geland. Nu Danny nog. Het was een hele hoge sprong. Ik neem aan dat hij elk moment terugkomt. Elk moment. Echt. Danny? Danny? Waar zit je, Danny? Danny? Oh, jee. Daar is hij. Kijk, hij zit in die boom. Hoe krijgen ze hem naar beneden? Goed idee, Strum. De jellycopter. Het komt in orde, Danny. Danny is blij dat zijn vriendjes hem komen helpen. Ja, doe maar, Danny. Pak het touw. Oh, kijk, de jellybees zwaaien naar Danny. En Danny zwaait terug. Met twee handen. Oh nee, dat is een ramp. Goed gemikt, Danny. Ik hoop dat hij niet weer in een boom springt. Ik geloof dat hij nu weet hoe het moet. Goed zo, prima. Moet je Danny zien. Je had alleen wat hulp nodig, Danny. En nu ben je jelly springentastisch. Hoera! Wie gaat er vandaag dag zwaaien? Amber. Dag Amber. Dag allemaal. Tot de volgende keer. Maken lol, werken ze samen, is niks te dol. Bob de Bouwer, kunnen wij het maken? Bob de Bouwer, nou en op, ik denk het wel. Titus en Bert, Hector en Sput, kijk ze eens spelen, dat vrolijke grut. Bob de Bouwer, kunnen wij het maken? Bob de Bouwer.
Iedereen heeft het vandaag druk, Titus. Ik moet met de administratie verder. Ik weet het. Jij wil je ontbijt. Kom op dan. Het is een beetje rommelig. Het is erg rommelig, Rolly. Maar niks aan de hand. We zullen het wel opknappen. Begin jij maar vast met de weg te walsen. Komt voor elkaar. En Dizzy, we hebben ook heel veel cement nodig. Mix, Dizzy. Nu kunnen we die straatstenen leggen. Zo. Klaar. Kunnen wij het ruimen? Nou en op! Ik denk het wel, maar... Er schiet me net iets te binnen. Ik ben iets vergeten op het terrein. Ja, dat is het. Oh, Lifty. Echt iets voor jou. Dat geeft niet, Lifty. Ga maar terug. We zien je zo aan de andere kant. Oh, oké. Tot straks dan. Oh, door Lifty wordt het allemaal wel laat. Hij moet helemaal terug naar het terrein. Hij gaat helemaal niet terug, Muk. Hij neemt alleen de lange route in plaats van over deze brug. Oh, waarom doet hij dat? Hij heeft hoogtevrees, weet je nog wel? Oh ja, net zoals dat ik bang ben in het donker. Precies. Kom op, aan het werk. Wat doen we met deze boomstammen, Scoop? Laat maar liggen voor Lifty, die komt zo. Daar gaat Lifty. Oh, daar ga ik een grap mee uithalen. Hoi, ik ben er, Scoop. Mooi, we hebben wat stammen bewaard. Zou jij die willen opstapelen aan de kant van de weg? Oh, ik denk het wel, ja. Het feest kan beginnen. Pas op, Lifty. Daar zit een muis. Een muis? Waar? Een muis. Wat kan ik nu gaan doen, Scoop? Je mag terug naar het terrein. Misschien heeft Wendy nog een klusje voor je. Oh, oké. Oh ja. Tot straks. Dag, Lifty. Ik denk... dat ik via die andere weg ga. Dat is korter, begrijp je? Lifty heeft hoogtevrees. Bangerik, bangerik. Hé, hey, Spit. Laat Lifty eens met rust. Ja, laat me met rust. Jullie allemaal. Ik ben helemaal nergens voor. Hallo, Lifty. Jij bent vroeg terug. Is alles goed? Ik denk het wel, ja. Ik wil gewoon even alleen zijn. Oh, wat is er aan de hand, Lifty? Wil je erover praten? Oh, ik deug nergens voor. Ik ben bang voor muizen, voor hoogte en voor Spit, de vogelverschrikker. Oh. Oh, maak je maar niet druk over Spit. Die bedoelt het niet zo kwaad. Ik maak een cadeautje voor Scoop en Muk. 1, 2, 3, daar gaan de moddertaten! Hé, hey, wat gebeurt er? Oh. Oh nee, het is Put! Pak me dan als je kan! Kom hier! Om hem te redden. Maar Lifty heeft hoogtevrees. Ja, weet ik, maar hij is de enige die zo ver kan kijken. Ik ga naar het terrein om hem te halen. Help!
Blijf hangen, Sput! Tja, hij zit daar maar in een hoekje, Bob. Oh jee, als ik terugkom zal ik wel even met hem praten. Oké, ik ga ophangen. Ik geloof dat ik Scoop ook hoor. Hallo, Scoop. Wat doe jij nou hier? Er is een ongeluk gebeurd. Oh, nee. Wat is er gebeurd? Sput is van de brug gevallen. Oh, is hij gewond? Nee, maar hij hangt aan een tak en we kunnen niet bij hem. We hebben Lifty nodig om hem eraf te halen. Juist. Nou, laten we dan maar meteen naar Lifty gaan. Lifty, we hebben je nodig om Sput te redden. Je moet meteen meekomen naar de brug. Maar die brug, hij is te hoog. En eng. En Sput is ook eng. Oh. Maar Lifty, als je niet helpt, dan valt Sput misschien. Dat zou je toch niet willen, hè? Oh, ik denk het niet. Nee, nee. Zijn jij en Muk er ook bij, Scoop? Natuurlijk, Lifty. Vooruit dan. Ik zal het proberen. Heel goed van je, Lifty. Ga maar gauw, dan bel ik Bob om te vertellen wat er gebeurt. Een noodgeval op de brug? Oké, Wendy, ik ben onderweg. Oh, help. Help. Blijf hangen, Sput. Help. Kom op, Lifty. Nog een klein stukje verder. Ik kan het niet. Ik ben bang. Help! Ik sta vlak achter je, Lifty. Laat je arm zakken. Oké dan. Maar ik kan niet naar beneden kijken. Bob, jij moet me maar vertellen wat ik moet doen. Geen probleem, Lifty. Stukje naar voren. Stukje naar links. Laat nu je haak maar zakken. Ik heb hem. Goed gedaan, Sput. Oké, Lifty. Oh, is het me gelukt? Tuurlijk is het je gelukt. Doe je ogen maar weer open. Goed gedaan, Lifty. Goed gedaan. Wendy, Sput is veilig. Lifty heeft hem gered. Oh, dat is een pak van mijn hart. Alsjeblieft, Sput. Je bent weer veilig thuis. En voorlopig haal je geen kattenkwaad meer uit, hoor. Afgesproken? Ja, Bob. Goed, Bob. En nog bedankt, Bob. Je moet mij niet bedanken, maar Lifty. Als hij er niet was geweest, had je hier misschien niet meer gestaan. Ik weet het. Bedankt, Lifty. Het spijt me dat ik je geplaagd heb. Zijn we nog vriendjes? Ik denk het wel, ja. Bravo voor Lifty! Het was fantastisch, Lifty! Je bent een held! Nou, bedankt hoor! Naar een grote stad. Brum!
Open, dat is de brandweer van de grote stad. Ze zijn aan het oefenen. Dat is oma Pantoffels. Ze kan heel snel breien. Oh kijk, daar heb je Puma. Het poesje van oma Pantoffels. Volg de draad, Brum. Waar is ze nou, Brum? Oh, nee. Straks valt ze. Je moet iets doen, Brum. Doe nou iets. Goed idee, Brum.
Brum komt je redden. Voorzichtig hoor, Brum. Gevangen, Brum. Dankjewel, Brum. Twinkly. Hey, Bessie. Oh, doe geen moeite, Twinkly. Ik krijg er al de hele ochtend geen woord uit. Oh. Nou, laat mij dat maar even op mijn manier doen, hè. The Twinkly way. Oh. Lief
en elegant. Bessie, zeg eens even tegen Twinklietje wat er aan de hand is, hè? Bessie? Bessie? Bessie! Oh, proficiat, Twinkly. Ik had het nooit zo elegant en lief kunnen vragen. Oh, mijn cactustaart is klaar. Bessie, wat is er aan de hand? Ik heb gisteren een toneelstuk gezien. Ja, bij ons in Vekers hadden ze ook hele droevige toneelstukken. Maar nee, Twinkly. Het was juist heel romantisch. Het stuk ging over een mooi meisje en haar held. En telkens als zij een gevaar was, dan kwam hij haar redden. Op het einde, dan kussen ze. Oh. Hier. Hou maar, dank je. Twinkly. Ik wil ook een held. Ik wil dat Joe mijn held wordt. Hij moet mij ook komen redden. Maar Bessie, Judy kan jou toch alleen maar redden als je in gevaar bent? Twinkly, dat is een fantastisch plan. Welk plan bedoel je eigenlijk? Als ik in gevaar ben, dan moet Joe mij wel komen redden. En dan wordt hij mijn held. Oh. En dan zal hij mij, net zoals in het toneelstuk, kussen. Oh. Goedemorgen, cowboys. Dag, Joe. Ik weet wat je moet doen. Je moet die splinter eruit zuigen en er dan een heel lief kussen op geven. Moe! Ja? Tijd voor je specialiteit. Bessie heeft een enorm grote splinter in haar hand. Oké, Joe. Splinters uitzuigen is mijn specialiteit. Oh, nu is die splinter toch wel vanzelf op de grond gevallen, zeker? Oh. Jammer. Ja. Twinkly, we hebben een beter plan nodig. Ja. Wat deed die held in het toneelstuk? Maar eerst moest hij het meisje redden van een grote, gemene hond die haar wou bijten. En... Twinkly... Dat is het! We hebben een hond nodig. Een hond? Mm. Waar ga je die vinden? Mm. Hier is Slappy! Aha! Slappy? Nee, zo'n hond Lucky. Slappy! Zou jij toevallig je hond Lucky's willen meenemen naar het saloon? Mijn hond Lucky? Mm-hmm. Dat denk ik niet, hoor, Bessie. Want mijn hond Lucky is zo lui als een luie hond. Maar ik moet een hond hebben. Ik ken nog wel een hond, hoor, Bessie. Hij heet Brutus. En hij is zeker zo groot. Wauw. Ja, die is perfect. Het is de hond van mijn tante Molly. Zou je die voor mij willen halen, Slappy? Mijn tante Molly? Nee, Slampy, die hond. Ja. Hier is Brutus! Eindelijk. Snel, Joe is daar. Je weet wat we hebben afgesproken. Ja, ik doe alsof ik word aangevallen door die grote hond. En dan haal ik Joe erbij, zodat hij je kan komen redden. Ja, en dan gaan we eindelijk kussen. Bessie. Go.
Snel! Joe, doe iets! Bessie wordt in de keuken aangevallen door een hele grote hond. Go, 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 go! Volgens mij is dat beestje banger van jouw gekrijs dan omgekeerd. Hé, vriend. Je moet niet bang zijn, jongen. Ze maakt altijd zoveel lawaai. Je mag nog van geluk spreken dat ze niet eens beginnen zingen. Slampy, is dit nou die grote hond waar je het over had? Ja, Twinkly. Kijk, dit is Brutus. Ik zei toch dat hij zo groot was? Slampy, ik had om een hond gevraagd. Ik heb geen antwoord nodig. Bessie, Brutus wordt niet graag hamster genoemd. Hé, konijntje. Twinkly, we hebben een beter plan nodig. Bessie, ik denk niet dat het een goed idee... Onweer! We doen niets met onweer. In het toneelstuk was er ook een heel groot onweer en het meisje had al schrik. En dan kwam de held, die omarmde haar en dan kuste ze. Ja, ja, onweer, we doen niets met onweer. Onweer. Onweer? Onweer. Maar waar ga je dat vandaan halen? Hier, met deze metalen plaat kan je het geluid van een onweer nabootsen. Je moet er gewoon mee wapperen. Kijk zo. Oh, oh, onweer! Oh nee, snijboon, dat is niet echt. Oh nee? Nee. Oké. Okay. Ja, voor strakjes en ik wil een lang en stevig onweer. Ja, ja, ja. En dan komt Chu mij redden en dan is hij mijn held. En dan gaan we zoenen. Oh. Oh. Ja, jij niet! Chu, jij moet wapperen. Ja. Nee, niet hier! In de keuken. Ja, ja, en dan klop ik wel op de deur, hè, als teken. Oké, oké. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Hey, cowboys. Waar bleef jij zo lang? Wat scheelt er, Bessie? Weet je dat dan niet? Oh, Bessie is ontzettend bang voor het onweer. Ja, ontzettend. Oh. Dat wist ik niet. Maar buiten is het niet aan het onweren. Dan is het waarschijnlijk een heel plaatselijk onweer. Ja, bij ons in Vegas hadden we ook geregeld plaatselijk onweer. Oh. Oei, ik ben zo bang. Vrienden van de kabaal, het lijkt wel een onweer. Oh ja, maar moe, het is ook onweer. Ja. Bessie, je hoeft niet bang te zijn. Het onweer gaat zo weer over. Moe, ga een glas warme cactusmelk halen voor Bessie. Ja, moe. Slampy, wat doe jij hier? Ja, Slampy, hoe durf je? Foei. Bessie zo te laten schrikken door het onweer na te bootsen. Dat mag jij nooit meer doen. Ja, ik moest wel. Ja, je moest inderdaad sorry zeggen tegen Bessie. Jij flauwe grapjas. Oh, sorry. Nee, en nog eens nee. Ik doe niet meer mee met die stomme plannetjes van jou. Nog eentje, please. Nee. Jabalee, jabaloo. Nee is nee. Op het einde van het toneelstuk werd het meisje overvallen door een dief die haar harp wilde stelen. Je gaat nooit een acteur vinden die dat geloofwaardig kan spelen. Trouwens, je hebt niet eens een harp. Nee. Maar ik heb wel een gitaar. En over een overtuigende acteur gesproken, ik ken er een. Een hele goeie. Vroeger woonde hij in Vegas. Nu woont hij in Jabaloo Town. Hij is een en al glitter en glamour. Hier is Twinkie de Twinkle! Ja, 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 oké, oké, het is goed. Ik doe het. Ja. Maar alleen omdat ik de enige ben die het overtuigend kan spelen. Oh, deze keer gaat het lukken, ik voel het. Joe gaat mij redden. En dan wordt hij mijn held en dan gaan we kussen. Wacht maar.
Ik zal eens laten zien wie de echte held is van Jabaloo Town. En van Bessie natuurlijk. Een liedje voor Joe. Een liedje voor Joe. Een liedje voor Joe. Een liedje voor Joe. Ik ben de gitarendief uit Bean Bacon City. De gitarendief uit Bean Bacon City? Ja! Daar heb ik nog nooit van gehoord. Ik ben een gevaarlijke dief. En ik steel. Gitaren zeker? Juist! Wow, Joe. Hoe wist jij dat? Ik ben dus de gitarendief. En ik hoorde hier net een prachtige gitaar. En die is nu van mij! Oh, nee! Niet mijn gitaar! Oh, nee! Niet haar gitaar! Ja, alsjeblieft wel haar gitaar. Ja, ja, een heel goed idee. Ik neem niet alleen de gitaar, maar ook het meisje mee. Nee, dat doe je niet, jij schurk. Gaat het, Bessie? Ja. Neem me niet kwalijk, Bessie. Ik moet even een dief voor jou gaan oppakken. Ja! Ziezo! Maar Sheriff, je bent een echte held. Wees maar niet bang, Bessie. Deze schurk vliegt in de gevangenis. Wow! Kan de gitarendief dan vliegen, Sheriff? En als deze dief in de cel zit, heb ik eindelijk tijd om voor jou een echte held te zijn. Naar de cel! Niet zo snel. Ik wil eerst weten wie er achter dat masker zit. Ja, Joe, dat speelt nu geen rol, hè? Ik bedoel, het enige wat telt is dat ik de enige echte held ben van Jabaloo Town. Naar de cel! Hé, wacht. Ik wil ook wel eens weten wie mijn saloon durft overvallen. Twinkly! Ik deed het alleen om Bessie te helpen. Ja, dat is waar. Ik had aan Twinkly gevraagd of hij de gitarendief wilde spelen. En waarom? Bessie droomde van een held. Net zoals in het toneelstuk wat ze zag. Ja, dan is jouw droom toch uitgekomen, hè, Bessie? Want jij bent gered door de enige echte held van Jabaloo Town, Sheriff Jack. Een held? Mm-hmm. Ik krijg het, hè. En als ik het krijg, dan krijg je mij, mijn held. Het is nu tijd voor Pep de auto. Toet de boot. En Vroep Vroep de helikopter. In een van hun vrolijke avonturen. Een mistige dag. Het is een mistige dag in Lenteland. Door de mist kan je bijna niks zien. Kijk, daar is Toet de boot. En daar is Wally de walvis. Ben jij dat, Wally? Vraagt Toet. Ja, ik ben het, zegt Wally de walvis. Volgens mij is het vandaag de donkerste en mistigste dag ooit in Lenteland, zegt Toet. Wie kan dat zijn? Zou het... Ja, het is Vroep Vroep de helikopter. Vroep Vroep en Pep gaan vandaag samen naar de haven. O jee, denkt Vroep Vroep, hoe moet ik Pep nou vinden?
Wie kan dat zijn? Het is Pep de auto. Wat een dikke mist, denkt Pep. Ik hoop dat Vroep Vroep niet verdwaalt. Oh-oh, denkt Vroep Vroep. Ga ik nou naar boven of ga ik naar beneden? Boven de wolk is het lekker en zonnig. Jippie, roept Vroep Vroep. Nou kan ik tenminste zien. Hallo wolken, hallo zon. Ik hoop wel dat Pep en Vroep Vroep de weg kunnen vinden in de mist, vraagt Toet zich bezorgd af. Pep kent dat geluid. Het is Toets misthoren. Ja, hij gaat de goede kant op. Aan het bord kan Pep zien dat dit de weg naar de haven is. Hallo, kan iemand mij beneden horen? Hallo, roept Vroep Vroep. Ben jij dat, Vroep Vroep, roept Pep. Hallo, kan je me horen? Ja, Pep, ik ben boven in de wolk. Ik kan je wel horen, maar niet zien. Kan je me helpen? Pep weet precies hoe hij Vroep Vroep de weg moet wijzen. Volg het geluid van mijn toeter, Vroep Vroep, roept Pep. Ik leid je wel naar de haven. Hallo, Toet, roept Pep. Daar ben je, roept Toet. Waar is Vroep Vroep? Ik ben hierboven, Toet, roept Vroep Vroep. Ik kan je horen, maar ik kan je niet zien. Kom maar rustig naar beneden, Vroep Vroep, roept Toet. Oké, daar gaat hij dan. Maar ik kan nog steeds niet zien waar ik heen ga. Help! Hey, ik ben hier, roept Vroep Vroep. Bedankt dat je me gered hebt, Wally de Walvis. Bedankt dat je je toeter gebruikt om mij de weg te wijzen, Pep, zegt Vroep Vroep. Eindelijk gaat de zon schijnen. Veel plezier allemaal. Tot ziens, Pep. Tot ziens, Toet. Dag, Vroep Vroep. Tot de volgende keer. Ik ken een schaap, dat is John het schaap. Een bol met wol, maar ook een hele goede knaap. Want van zijn soort is er maar één. Oh, John is heel geliefd bij iedereen. Ik ken een schaap, ik ken een schaap. Dat is John het schaap, dat is John het schaap. Hij is zo slim dat niets of niemand hem ontgaat. Inderdaad, elk avontuur bereik je mee. Want John het schaap is op tv. John het schaap is op tv. Ha 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 ha
Oh!
Ernst, Bobby en de rest. 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 Heb je aan vieze tantes huiswerk maken, pianoles? Blech. Of aan speelgoed dat steeds stuk gaat, ook de pest. Oh, kijk dan naar Ernst, Bobby en de rest. 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 Oeh. Hey, Ernst. Ik heb een stuk papier nodig van 10 meter breed en 10 meter hoog. Waar heb je nou weer zo'n groot stuk papier van nodig? Nou, Ernst, ik ga een olifant tekenen en anders past die er niet op. Bobby de Boeing. Welke Boeing? Bobby de Boeing van politiebericht gaat af in je rug. Oh, waarom zeg je dat nog niet, hè? Zet op! Hier is Monica Autoweg met de politieberichten. Er is vandaag een politieauto gestolen. De politie is op zoek naar... Een politieauto gestolen, Ernst? Weet je wat? Wij gaan die dieven vangen. En dan brengen we de politieauto terug, Ernst. En dan doen we de sirenes aan en de zwaailichten. Maar... Ja. Maar dat gaan we eerst even vragen. Aan wie? Nou, Bobby, boeven vangen is een zaak van de politie. En als wij willen helpen met boeven vangen, dan moeten we dat eerst vragen aan de hoofdcommissaris. Ah, dan nee, joh, dat hoeft niet. Ernst, een politieauto. Gaaf, ik ga het wel aan die agenten vragen. Bobby. Hallo, kunnen we het? Zo, die hadden haast, zeg. Hey. En ze hadden ook helemaal geen uniform aan. Die waren natuurlijk van de geheime politie, Ernst. Ja, of het waren... De dieven! Kom! Bobby! Dan moet je dit eerst vragen. Schiet nou op! Kom! Ernst, Bobby en de rest. Ernst, daar staat hij! Daar staat hij! Hey, maar Bobby, die mannen die zitten er niet meer in. Die zijn natuurlijk hier naar binnen. Onzichtbaar geworden! Ja, natuurlijk! Nee, soepkip. Die zijn natuurlijk dit gebouw binnengegaan. Ernst, ik sluip naar binnen en ik arresteer ze. Misschien zijn ze wel gewapend. Oké, jij sluit het gebouw in en arresteert ze. Hey Bobby, de sleutels zitten nog in het contact. Ik heb een idee. We rijden deze politieauto zelf naar het bureau... Ja? En dan mag de politie die boef arresteren. Ja! En ik rij. Oh. Nou, dan doe ik de zwaailichten en de sirenes, Ernst. We rijden in een echte politieauto. Maar Bobby, overal vanaf blijven. Ja, natuurlijk, Ernst. Bobby, wat zeg ik nou? Oh, sorry, Ernst. Deze dan. Hallo, Brikkie, Roger, Roger. Hier is agent Bobby, schuilnaam Henk, met een bericht voor het politiebureau. We rijden in de gestolen politieauto. Bobby, hou op! Uit en sluit. En je mag wel oppassen wat je tegen me zegt. Hoezo? Nou, anders slinger ik je zo op de bom. Belediging van een ambtenaar in functie. Bobby, wat zullen ze blij zijn op het politiebureau dat wij die gestolen politieauto komen terugbrengen. Ja! Hoofdcommissaris, we komen eraan. Joehoe! Gaaf, hè, Ernst? Leuk. Hoofdcommissaris! Ernst en Bobby. Het is Ernst en Bobby. En spreek een hoofdcommissaris niet tegen. Ernst en Bobby als dieven. Wie had dat gedacht? Kijk maar niet zo onschuldig. Wij weten alles.
Oké, wat is de hoogste berg ter wereld? Wat ben jij nou weer aan het doen? Nou, hij zegt dat hij alles weet en ik wil graag weten... Bobby, Bobby! Wat? Hoe bedoelt u dat, Ernst en Bobby als dieven? Jullie gaan de gevangenis in. En weet je waarom? Nou, hij gooit dus de gevangenis in en hij weet zelf niet eens waarom. Jullie hebben een politieauto gestolen. We hebben alles gevolgd via de walkie-talkie. Rebby en Ernst, ontkennen heeft geen zin. Agenten, voer deze auto die vanaf. Nou, denk eens, omdat jij met die walkie-talkie... Ik heb geen antikwaad, wat? We hebben hem juist teruggebracht. De gevangenis. Bobby, we zitten in de gevangenis. En we hebben helemaal niks gedaan. Hé, Ernst, maar je moet in deze gevangenis wel heel erg goed uitkijken dat je niet verdwaalt. Hoezo? Nou, sommige mensen die hier zijn ingegaan, die zijn er pas na jaren weer uitgekomen. Erg grappig, Bobby. Leuk. Maar hoe komen wij hieruit? Nu? Ik heb een plan, Ernst. We gaan gewoon heel erg clearen en dan worden we er vanzelf uitgegooid. Bobby, we moeten hier uitkomen, want we moeten laten zien dat wij niet die dieven zijn. Ik heb een plan. We gaan vannacht ontsnappen. Ja, gaaf. Oké, maar dan moeten we nu een beetje uitrusten. We gaan lekker slapen. Ja, goed idee, Ernst. Welterusten, Bobby. Welterusten, Ernst. Hé, Ernst. Ja, toch wel gaaf, hè? Dat rij je in die politieauto. Sssst, ga dan maar slapen. Oké. Bobby. Bobby, wakker worden. Dat kan niet, Ernst. Hoezo niet? Ik ben al wakker. Luister, we moeten heel erg stil zijn. Ja? Want we gaan zo ontsnappen. Goed. Oké, Ernst. En net allemaal uitgeprobeerd. Deze toch? Nou, volgens mij moet daar nog een nieuw pakje liggen. Het is zo donker hier. Wacht maar. O ja, dank je. Alsjeblieft. Hoe kom je er weer in die zaklantaarn? Nou, die zat in mijn zak, Ernst. Het is namelijk een zaklantaarn. Luister, jij knoopt die lakens aan elkaar en ik ga kijken daar of dat raam open gaat. Okay. Het is heel erg laat, niemand die praat. De hele wereld ligt te slapen. Ik zag de bewakers gapen en er loopt geen mens op straat. Kijk heel goed rond, sluip op de grond en hou van alles in de gaten. We moeten fluisterend praten en pas op voor de gevangenis, want... We zijn ontsnapt, we zijn er buiten gestapt. Ja, we zijn ontsnapt, want we wilden daar niet blijven. Dus we zijn ontsnapt, we zijn er buiten gestapt. Ja, we zijn ontsnapt, want we wilden daar niet blijven. Wees niet zo dom, kijk achterom, of niemand ons komt volgen. Oh, zie ik daar nou iemand staan, of hoor ik wat gegrom? Oh. Ik zie geen fluit, kom op vooruit, Bobby. Loop niet zo te dralen, strakjes komen ze ons halen. We zijn er nu echt uit, ja! We zijn ontsnapt, we zijn er buiten gestapt. Ja, we zijn ontsnapt. Want we wilden daar niet blijven.
dan, Ernst? Bobby, dadelijk zien ze ons nog. Oké, dat doen we, verstoppertje. Doe nou eens serieus. We zijn ontsnapt. We zijn er buiten gestapt. Ja, we zijn ontsnapt. Want we wilden daar niet blijven. Dus we zijn ontsnapt. We zijn er buiten gestapt. Ja, we zijn ontsnapt. Want we wilden daar niet blijven. Dus we zijn ontsnapt. Poppy, we moeten die echte boeven vinden. Want alleen dan kunnen we bewijzen dat wij onschuldig zijn. Ja, mama, hoe? Ik heb een plan. We stelen die politieauto terug van het politiebureau. En die zetten we dan voor de deur neer van die boeven. Ja, maar waarom, Ernst? Sst. Deze straat moet het zijn. Daar is het. Hier. Ja, daar is het. En precies af doen wat we hebben afgesproken. Doorhebben dat wij vanmiddag die auto hebben weggehaald. Heb je de deurkrukken eraf gehaald? Luister. Ik heb de auto onklaar gemaakt. Als straks die boeven komen en ze willen instappen, dan... We hebben de boeven gevonden. De boeven van de politieauto. De echte boeven? Ja! Dat is mooi, jongens. Ze zitten erin. Ik haal een takelwagen. Hartstikke goed. Bonst en Rebby. Ja. En zo zie je maar weer dat ik door mijn jarenlange ervaring en intensief speurwerk deze zaak weer tot een goed einde heb gebracht. Zeker. Jongens, bedankt. Oké. Tot ziens. Tot zo. Dag. Dag, commissaris. Jullie hebben ze. Jullie kunnen er niet uit, hè? Kom dan, maar. Ernst, Bobby en de rest. 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 Alarmbel gaan, dan komt Sam er heel snel aan. Als je vast zit, roep hem dan, want hij helpt zo goed hij kan. Want hij staat altijd paraat, brandweerman Sam, en hij is heel accuraat. Brandweerman Sam, hoe kort zijn nachtrust ook duurt, Sam is de held van de buurt. Nooit voor een gevaar beducht, ondergronds of door de lucht. Brandweerman Sam en heel zijn ploeg krijgen van redder nooit genoeg. Want hij staat altijd paraat, brandweerman Sam, en hij is heel accuraat. Brandweerman Sam, hoe kort zijn nacht dus ook duurt, Sam is de held van de buurt. Daar, recht voor je, is de grote beer. En kijk, daar is de kleine beer met de polster. Kan je ze zien? Hé, en ik zie moederbeer en goudhaartje ook nergens. Ach ja, ze lijken niet echt op beren. Richt de telescoop daar eens heen, Sarah. Misschien kun je Venus wel zien. Dat is een planeet. Venus? Mag ik kijken of er monsters met puilogen zijn? Doe niet zo mal, Norbert. Daar is een alien. Hij is harig en die ogen. Nou wil ik.
Oh, het is Rosa maar. Hé, hey, was dat? Ik denk een vallende ster. Nee, dat was het niet. Het was een buitenaards ruimteschip van de planeet Venus. Mam, hoe zien mensen van Venus eruit? Zijn het monsters met uitpuilende ogen? En groen met dingen die op hun hoofd zitten? Waar heb je het in vredesnaam over, Norbert Puck? Nou, er is vannacht een buitenaards ruimteschip geland. Oh. Hou je me voor de gek, Norbert Puck? Ik moet gaan, mam. De bus staat te wachten. Oh, hij heeft zo'n levendige fantasie, die kleine schattenbout. Hoe weet je dat het ruimteschip van Venus kwam? Nou, ik gok alleen dat hij van Venus komt. Het kan ook van Mars of Saturnus zijn. Het kan ook dat je dit allemaal verzint, Norbert Puck. Maar we hebben iets in de lucht gezien vannacht. Het kan een ruimteschip zijn geweest. Vol met aliens. Oh. Kijk, kijk. Stop de bus, meneer Kozijn. Hoe komt dat dan, meneer Kozijn? Oh, er zijn genoeg logische verklaringen voor gaalcirkels. Het kan door een onverwachte windstoot komen, of door een plensbui. Of misschien heeft er iemand gekampeerd. Of dit is de landingsplek van de aliens. Nou, Norbert, nou is het klaar. Aliens bestaan niet. Dat zullen we nog wel eens zien. Weke erten. Norbert, ben jij dat? Oh, Norbert? Dat is vreemd. Ik weet zeker dat ik iets hoorde. Oh, wat is er nou mis met het beeld, zeg? Er zit vast iets in de thermosfeer. We hebben iets nodig en dat moet heel erg stinken. Kaas! Ik zou zien! Grote groene monsters uit de ruimte. Ze vallen aan die café. Je gaat er nog niet dicht, diebetje. Ik ga niet alleen dicht. Ik ga mezelf ook barricaderen. Ik wil alleen wat thee kopen. We hebben niet meer op de kazerne. Het spijt me, Elvis. Het zijn die buitenaardelijke wezens. Bella is zich haast doodgeschrokken en dat laat ik mij niet gebeuren. Nou, goed hoor. Ik zal Sam zeggen dat hij geen thee krijgt door alle aliens in Piekenpolder. En als je me Norman ziet, stuur hem naar huis. Goed dan. Hoe kom ik nou toch weer binnen? Hè? Het is dat ik het met mijn eigen ogen heb gezien. Wat is er, meneer Klaas? Ik denk dat ik een van die monsters heb gezien die Bella's café heeft aangevallen. Waar ging het naartoe? Het pad omhoog richting de Piekenpolderberg. Kom op dan! Wacht gaan! Kom nou! Hij kan niet zo ver weg zijn. Voorzichtig, dit gaat richting het moeras! Kom op, meneer Klaas! Wacht maar tot oom Sam hoort dat we een echte alien hebben! Oh nee. Help! Waar is mijn kleine schattenbout? Welke hulpdienst moet u hebben? Brandweer, politie of ambulance? Alle drie! Het is mijn Norbert, weet u. Hij is kidgenapt door aliens.
Norbert Duck kidgenapt door aliens. Een wonderlijk verhaal. Snel een opsporingsactie starten. Vast. Help me hier vandaan. Kijk nou, een roodharig Marsmannetje. Ik kom niet van Mars, ik kom van Venus. Spreekt wel erg goed Nederlands voor iemand van Venus. Hé, sta er niet zo. Haal me hieruit. Volhouden, Norbert. Rustig, straks komen jullie ook nog vast te zitten. Hou mijn benen goed vast. Schiet nou op, meneer Kozijn. Mijn broek loopt helemaal vol met modder. Huh? Jo. Het lukt niet. Ik zink ook. Trek me terug. Laat me niet alleen. We hebben hulp nodig. De stoom. Wel, zwaaien. Tom. Hier ben jij, Tom. Ik zie hem, Stan. Ik ben bij het moeras aan de noordkant van de berg. Ja, Norbert zit diep in de problemen. Heb je hulp er wel bij nodig, man? Begrepen, Tom. We komen eraan. Oké, Tom. Hij is me op. Zo gaat hij goed, Sam. Ik wil mama. Blijf kalm. Er komt hulp aan. Kijk, daar is oom Sam. Luister, Norbert. Blijf stilstaan. Dan heb ik je zo hier vandaan. Oké, Sam. Maar schiet op, hè. Goed, Norbert. Ik maak je hier even aan vast. Ik heb hem. Tom, hijs ons maar op. Ja! Oh, daar is het, Bella. Het buitenaardig ruimteschip waar mijn lieve Norbert in zit. Hij komt dichterbij, hoor. Hij komt recht op ons af. Dit lijkt me logisch als intelligente levensvormen zoeken. Het is maar vreselijk. Het is maar angstigend. Het is... Norbert! Alsjeblieft, dames. 1 groene levensvorm. Veilige man. Mam! Norbert, mijn kleine schattenbout. Mam! Je smaakt naar echte soep. Norbert, is dat mijn keukenfolie? Want hij staat altijd paraat, brandweerman Sam, en hij is heel accuraat. Brandweerman Sam, hoe kort zijn nachtrust ook duurt, Sam is de held van de buurt. Goedemiddag beste kijkers, vandaag breng ik voor u verslag uit vanop de Cross Car Cup. Dit is de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. 5 teams zullen het vandaag tegen elkaar opnemen in een zenuwslopende, bloedstollende en adembenemende wedstrijd. Er zijn ook ontzettend mooie prijzen te verdienen vandaag. Patrick, zou je mijn beeld willen houden alsjeblieft? Ja. Er zijn ook ontzettend mooie prijzen te winnen vandaag. Zoals bijvoorbeeld de hoofdprijs, 100.000 euro en deze prachtige beker. Meneer, zouden onze kijkers thuis de prachtige beker even mogen zien, alstublieft? Maar natuurlijk, alstublieft. En kijk maar goed, want binnenkort is die voor mij. Bij welk team hoort u dan, meneer? Ik hoor bij de raceploeg van de politie, het Blauwe Gevaar. Ja. En ik ga de wedstrijd winnen. U gaat de wagen zelf besturen. Nee. Ik ben de coach, ik sta aan de kant. Ik leid de wagen naar de overwinning. Kijk, ik zal u even een kleine demonstratie geven. Graag. Kijk, hallo, test, 3, 2, 1, start. Links, rechts, vooruit, achteruit. Ja, het rijden is het eenvoudigste. En dat is dus ook voor eenvoudige mensen, uiteraard. Heeft u mij geroepen? U bent de bestuurder, neem ik aan. Bent u zenuwachtig?
Ja, toch een klein beetje. Het is mijn eerste keer. Ja, maar niet de laatste keer, hè? Want na de overwinning hier gaan wij internationaal. Misschien zelfs nog verder. Ja, stel dat u vandaag de wedstrijd zou winnen. Wat zou u dan doen met die 100.000 euro? Dat is niet zo moeilijk. Ons team schenkt het geld aan het goede doel. Ja. Het Blauwe Gevaar doet alleen maar mee voor de eer en de eeuwige roem. Op een hoogte. Excuseer. Ja. Sleutel nummer 8. Komt eraan, chef. In besleutel nummer 8. Alsjeblieft, chef. Tot straks, hè. Dag. Spannend, hè, opa. Stel je voor dat Toby wint. Oh, dan vlieg ik hem rond zijn nek. En dan geef ik hem 1000 kussen. En dan zeg ik... Steeksleutel nummer 22. Steeksleutel nummer 22. Zo. Toby winnen. Ik zou natuurlijk altijd een handje kunnen helpen. Door een paar druppels van mijn laatste uitvinding, de megabenzine in zijn tank te doen. Niets van. Geen uitvindingen, Kersenpietje. Het moet een eerlijke wedstrijd blijven. En mogen de beste winnen. Zeg, opa, we hebben geen steeksleutel 22. Ja, ik heb er wel een nodig, Mickey. Weet je wat? Ik zal er een lenen bij een ander team. Tot zo. Mark Mustang, u heeft bijna alle wedstrijden gewonnen. Patrick. Patrick, kan je meekomen? Mark Mustang, u hebt tot nu toe alle wedstrijden gewonnen. Hoe doet u dat? Ik denk dat ik gewoon voor het geluk geboren ben. Ja, bijna al uw tegenstanders moeten tijdens de race opgeven vanwege motorpech. Ja, dat vind ik zeer erg. Ja. Dat raakt mij enorm. Ja. Je moet begrijpen, we zijn als één grote familie. Vriendschap en eerlijkheid zijn zeer belangrijk in deze racewereld. Ja, oké. En de toekomst... Excuseer. Zou mijn opa even steeksleutel 22 mogen gebruiken, alstublieft? Nee. Heel eventjes maar. Ik breng hem direct terug. Nee. Maak dat je weg bent. Kom. Sorry, hoor. Oei. Ja, nee. Stop maar. Excuseer, ja. Ik kwam gewoon even iets lenen en die... Lenen? Lenen, natuurlijk. Dat is geen probleem, hè. Als wij iets kunnen doen voor elkaar, dan doen we dat toch. Hè? We zijn tenslotte allemaal vrienden. Hè? Is het niet, Mario? Vrienden. Steeksleutel 22, alstublieft. Ja. Bedankt, vriend. Zo. Dat is een heel, heel mooi gebaar. Oh, nee. Elkaar helpen is het minste wat we kunnen doen. Oké, dat is mooi. De race van straks, hoe schat u zelf uw kansen in, denk ik? Patrick, hier. Zo, dat is hier dus de start, Toby. En de bedoeling is dat je zo snel mogelijk naar de finish rijdt. Dat is toch logisch, hè, commissaris? Logisch? Ja. Als dat zo logisch is, Toby, dan hoop ik dat hij dat straks ook doet, hè. Wow. Mieke, je ziet er mooi uit. Pas wel op dat je geen kou krijgt, hè, want het is nogal frisjes. Dus, Toby, winnen is de boodschap, hè? Ah. En dat zal niet makkelijk zijn, want Mark Mustang wint altijd. Fokkel, vandaag zal het Blauwe Gevaar zegevieren dankzij mij. Toby, hoor je mij? Ik hoor u, commissaris. Toby. Hallo, Toby. Hoor je mij? Ik hoor u, commissaris. Over. Over? Over wat? Gewoon over, commissaris. Over. Ja, Toby, is er iets waarover je wilt praten? Heb je schrik? Is dat? Aandacht, aandacht. De race gaat beginnen. Alle wagens aan de start. Ik herhaal... Aandacht! Toby! Niet bang zijn, hè? Doe gewoon wat ik zeg! Kom eruit! Zo,
Klaar. Voorzichtig zijn, hè? Ja. Mietje. Oké. Je hebt een stukje appel op je lip. Oh, beter? Veel beter. Kom aan, Tommy. Dit is de voorronde. Wie deze ronde wint, krijgt straks in de finale de beste startpositie. Ja, kom, weg, hop. Weg, kom. Spijt me, mensen. De plicht roept. Mario, relax. Zolang de mensen ons graag zien, zullen ze ons nooit verdenken. Het is gevaarlijk. Onzin. Ons plan werkt perfect. Ik leid de aandacht af, terwijl jij de auto saboteert. Simpel. Ja, maar... Maar waarom ben jij toch zo gestresseerd? Die daar, daar ben ik niet gerust in. Het blauwe gevaar? Zijn beginnelingen. Maak je daar maar geen zorgen over. Ik wil die 100.000 euro. Broertje, het wordt een makkie. En als het echt nodig is, hebben we nog altijd onze lucky you. Steek nou weg, voor iemand dat ziet. Oké. Mark? Succes. Ja, veel geluk. Sukkel. Op uw plaatsen. Klaar. Toby, doe exact wat ik zeg. Ik ben er klaar voor, commissaris. 3, 2, 1. Start! En we zijn vertrokken. Oei, wat is er aan de hand met de rode Rudy? 1, 2, 3, 4 platte banden. Wat een pech, wat een pech, wat een pech. Gaat verder. Witte Willy meteen op kop, gevolgd door Groene Gerrie. Toby! Ja, commissaris. Over. Naar rechts. Huh? Naar rechts. Zeker? Naar rechts. Links! Ik bedoel links, hè? Zeg, Toby, hoor je mij? Over. Ja, commissaris, ik hoor u! Oh. Niet te snel! Maar, wat zien we daar? Nu is het Groene Gerrie die het parcours verlaat. Waarom? 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 Oh, het stuur van Groene Gerrie is losgekomen. Wat een pech, wat een pech. Nog één ronde te gaan. Witte Willy nog steeds op voorsprong met ver daarachter. Mark Mustang. Zal Mark deze keer verliezen? Oh nee, niet geloven. Nu moet toch Witte Willy naar de kant. Waarom, waarom, waarom? Oh, ik zie het al. Hij heeft geen benzine meer. Wat een pech, wat een pech. Wat een pech. Oh, nee. Maar lekker
land. Wat een pech, wat een pech, wat een pech. De voorronde is beslist, denk ik. Mark Mustang zal straks vooraan mogen starten. Mark Mustang is de winnaar van deze voorronde en zal dus in de finale de beste startpositie krijgen. Goed gedaan, Toby. Proficiat, ja. Ah, Toby, je bent een held. Ja. Toby, een held? Een verliezer, ja. Hoe kan je nu zo dom zijn je band lek te rijden? Koesthuis, ik kan er toch niets aan doen? Natuurlijk niet. Je hebt gewoon pech gehad. Niets pech gehad? Je hebt niet gedaan wat ik zei. Ja, commissaris, ik ben mijn walkie-talkie kwijtgeraakt. De voorronde verliezen, je walkie verliezen. Je bent één grote verliezer, Toby. Oh. Ik vind dat je heel goed gereden hebt, Toby. Mieke, de commissaris heeft gelijk. Als ik niet win, kunnen we het geld niet aan een goed doel schenken. Ja, natuurlijk heb ik gelijk, Toby. Weg. Rustig, Mario. Hey, het is toch weer gelukt? Hm? Dat agentje rijdt goed. Ja, maar niet goed genoeg. Hij heeft die ingehaald. Ja, maar onze lucky you heeft hem gestopt. Geen risico's. Hm? We moeten iets doen aan dat blauwe gevaar. Hm? Hm, strak plan. Ik ga intussen nog een beetje ontspannen. Meisjes. Niks van. Jij gaat op zoek naar je hoefijzer. Ja, maar ik... Nu. Ja. Je hebt gelijk. Ik kan straks ook nog ontspannen. Straks. Oh. Hallo, walkie-talkie. Waar ben je? Walkie-talkie van Toby. Oh, waar ben je nu toch? Aha. Oh, gevonden. Nee. Dat is mijn hoefijzer. Lucky you. Zoekt u iets? Zo'n suikerspin. Ah ja. Ja, natuurlijk. Alsjeblieft. Smakelijk. Neem maar eentje mee voor je broertje. Nee. Oké dan. Oh, excuseer. Je bent bang, Toby. En daarom rij je zo slecht. Commissaris, ik ben helemaal niet bang. Ja, en het ergste van alles is dat je het niet beseft. Fonkel, een suikerspin. Voor mij ook graag. Niets van? Ik heb suiker nodig voor mijn hersenen. Ik ben de coach, dus ik moet kunnen denken. Jij moet niet denken, maar jij moet doen. Dus geen suiker. Dankjewel. Alsjeblieft. Ik heb je walkie-talkie gevonden. Bedankt. Ja, en verlies hem nu niet meer, hè? En kijk eens wat ik nog gevonden heb. Een hoefijzer. Voor jou. Dat brengt geluk. Ik kan wel een beetje geluk gebruiken. Toby, wat jij nodig hebt, dat is talent, durf en kracht. Oh, wat... Een suikerspin. Oh, yes, een pitje. Ik bedoel, mijn suikerspinnetje. Die heb ik niet meer nodig. Hoe bedoel je onmogelijk? Dat is dus wel de politie, hè? Ze bewaken die wagen alsof dat een goudschat is. Ja, dat is het ook. Straks gaat die Toby met 100.000 euro lopen en dan hebben wij niks. We hebben toch nog altijd Lucky You? Nee, ook niet. Die heeft die... Mieke. Hier is je sleutel terug. Bedankt, vriend. Hou de sleutel maar. Wij stoppen ermee. Huh? Oh. Nee. Waarom? Jullie hebben net gewonnen. Ja, maar we zijn onze geluksbrenger kwijt. En het is maar een oud hoefijzer, maar zonder durft mijn broertje niet te racen. Hm? Ik denk dat ik dat gevonden heb. Echt? Ik wist natuurlijk niet dat het van jullie was. Voor ons heeft het veel waarde. Oh, Toby heeft het, maar die zal het zeker willen teruggeven. Dat zou fantastisch zijn. Ja, ik stuur hem en hij zal het vast en zeker begrijpen. We zijn toch allemaal vrienden, niet?
Sorry. Nog even en wij zijn 100.000 euro rijker. En ik heb een gratis suikerspin. Over enkele ogenblikken gaat de grote finale van start. Rode Rudy en Groene Gerry hebben helaas definitief moeten opgeven. Hier valt dus niets meer te beleven. De 100.000 euro en de prachtige beker zijn dus al zeker niet voor hen. Vanuit derde positie vertrekt straks Witte Willy. Hopelijk heeft hij deze keer wel benzine. Op de tweede plaats staat piloot Toby klaar met zijn wagen van het blauwe gevaar. En dan vanuit eerste startpositie en van niemand bang, Mark Mustang. Hé, hey, mannen. Sorry, ik wist niet dat het van jullie was. Dat is zeer vriendelijk. Hè. Bedankt. Mark, nu kunnen wij wel meedoen. Ja. Dank je. Aandacht, aandacht. Alle piloten aan de start. De wedstrijd gaat beginnen. Jawel. Dat de beste mogen winnen. Nee, wacht. Wij hebben nog iets voor u. Ja, maar dat hoeft niet. Oh ja, ik ben zeker dat dit jou interesseert. Kom eens mee. Nee, nee, geen, ja, maar de race begint. Ja, nee. Kijk, attentie, attentie, alle piloten aan de start graag. Zo, het blauwe gevaar is klaar voor de strijd. Ja, maar waar is er nu? Laatste oproep. Alle piloten aan de start graag. Ik herhaal, alle piloten aan de start. Graag! Ik ga hem zoeken. Wat is er? Ja, Toby, hè. Toby is er niet. Typisch voor hem, hè. Maar... Oh, is Toby hier nog? Nee, die is al lang weg. Oké, succes! Ja. En wat doen we als hij wakker wordt? Broertje, tegen de tijd dat hij terug bij bewustzijn is, zijn wij al lang weg met dat geld. Oké. Laatste oproep. Alle piloten aan de start graag. Ik herhaal. Alle piloten aan de start. En? Niks. Ik heb dus gelijk, hè. Wat bedoelt u? Toby is bang en hij durft niet te racen. Dus zit er maar één ding op. Succes, Witte Willy. Dank u. Dank u. Het blauwe gevaar gelieve dringend naar de start te komen. En dit is de laatste oproep. Oei, dat is vreemd. Waar is Toby? Een beetje last van hoofdpijn, denk ik. Goed, dames onder het blauwe gevaar. De wedstrijd gaat beginnen. Op uw plaatsen. Klaar? Wacht! Hallo, test, 1, 2, 3, Fokkel, hoor je? Ja, over, ik hoor u, over. Wat? Het blauwe gevaar doet toch mee? Niet voor lang. Commissaris, ik denk toch... Ja, Fokkel, laat het denken maar aan mij over, hè? Commissaris, ik vind dit ook geen goed idee. Het enige wat ze moet doen is luisteren, rijden en winnen. Oh. Ha? Een vrouw achter het stuur? Ja. We vinden Toby niet. Hij is bang. Ja. Alleszins, dat de beste mogen winnen. Succes. Dankjewel. Ja hoor. Ja. Succes. Hier, eerst aan de hand. Ja. Wie zal straks de wedstrijd winnen, dames en heren? Wordt het Mark Mustang? Of wordt het Witte Willy? Of wordt het blauwe gevaar? Op uw plaatsen. Klaar. Start. Patrick. Hoi. Witte Willy heeft een passagier bij. En Witte Willy gaat naar de kant. Is het om zijn passagier af te zetten? Nee, er is meer aan de hand.
Hij heeft een lekker band. Fokko! Blokgas geven! Blokgas! Oké, over. Wees voorzichtig, lieverd. Fokko, korter door de bocht! Maar ze gaat te snel! Remmen, Mieke! Remmen! Oh, remmen, ja! Goed idee! Remmen! Ah! Oh nee! De remmen doen het niet! Help! Mieke, dat is niet erg! Je moet niet remmen! Je moet gas geven! Maar dat is levensgevaarlijk! Help! De brandgevaar die wil heel erg gevaarlijk! Ik ga hulp halen! Het blauwe gevaar is op hol geslagen! Ik herhaal! Het blauwe gevaar is op hol geslagen! Meneer, help! Mieke, kunt u mij helpen? Oh. Fokko, waar ben je mee bezig? Ik? Ik ben... De bocht diep in snijden! Commissaris? Fokko, hoor je mij? Vertragen, Mieke, of je gaat botsen! Toby! Ik heb Toby gevonden! O ja? En waar zat de bangerik? Help! We moeten dan stoppen! Ze gaat steeds sneller en sneller straks. Ik heb een idee. Ja. Kom, meekomen. Ja. Ja, zeg, laat mij hier maar alleen als het moeilijk wordt, hè? Volle gas. Ik doe er wat mega benzine bij. Goed idee. Nee, maar niet zo veel. Oh! Hoe lang zal het nog duren voor blauw gevaar zich te pletter rijdt? Wie ben jij? Kom! Hé, wat gebeurt er? Vooruit, Bliep! Naar het raceparcours! Go, Bliep! Oké, klaar voor transformatie. Zeg niet botsen! Ah! Ik zeg jullie tegen me! Mega Toby! Mega Toby! Mega Toby! De commissaris heeft gezegd, niet botsen. Mieke Fokko heeft zich niet te pletter gereden. Ik herhaal,
niet te pletter! Mark Mustang wordt ingehaald door het blauw gevaar. Mieke van Kool komt als eerste over de meet. Het blauw gevaar wint de race! Tijd om te remmen. Alles oké? Wie ben jij? Ik ben Mega Toby. En jij bent een valsspeler. En als er iets is waar ik niet tegen kan, dan zijn het wel valsspelers. Alles oké? Ja. Wat zou er aan de hand zijn? Ja, ik wist natuurlijk al lang dat die twee vals speelden, maar je kan niet en boeven oppakken en de wedstrijd winnen. Ja, en gaat het geld nu ook naar het goede doel? Ja, het blauwe gevaar doet het voor de eer en voor de eeuwige roem. Jullie moeten mij geloven. Ik ben Mega Toby. Ja. Als jij Mega Toby bent, dan ben ik Mega Mindy. Mega Mindy, stel je voor. Als Mieke Mega Mindy dat zou wel zijn. Is er iets, Toby? Nee, commissaris, maar ik dacht dat ik Mega Toby... Laat het denken maar aan mij over, ja.